De rivaliteit tussen Fred de Bruyne en Rick van Looy heeft een hoogtepunt bereikt. Van Looy in de aanval op de Kloosterstraat. We waren weggegaan met een man of 12 op de muur van Gierelsbergen, of op de Kloosterstraat tenminste. En dan zijn we onderweg nog op een berg was een prim en dan hebben ze gesprint van een prim en dan heb ik gedemereerd en dan waren we met Fred de Bruyne met twee in de veur en dan hebben ze gereden, ja, gelijk een keer in de ronde van Lombardij zal ik zeggen, maar dan hebben ze ons teruggepakt, een beetje achterhalst en dan zijn we op de noel opgekomen en 15 man geloof ik en dan is er bij de Smet gedemereerd natuurlijk, dat was hier in ons ploeg, maar dan voor mij geluk geweest is Frans Goeve erachter gesprongen, dan ben ik meegesprongen en dan ja, natuurlijk in de sprint tegen die man heb ik dat kunnen winnen.